Ja, in Amerika zitten ze daar ook mee, hè? Want in Amerika zijn ze... iedereen die is nu inmiddels wel hooked aan streaming audio. Wij hebben Spotify, waar we in Europa helemaal verknocht aan zijn. In Amerika is dat ook wel zo, maar daar heb je ook RDO. Dat is sinds gisteren ook in Nederland. RDO? Ja. Oh, oké. Dat is heel erg fijn. Ja? Ja, okay. Ik heb hele goede verhalen erover gehoord dat het een goed alternatief is op Pandora. Pandora, dat was ook in Amerika. En dat is een soort van manier van... Hey, als je begint met één liedje en vanuit dat liedje wordt vanzelf verder nieuwe dingen verzonnen. Okay. En RDO is meer op kanaalbasis. Hè? Dus mensen die gecureerde muziekkanalen voor jou bouwen en dat weten af te spelen. Okay. Maar het punt was, mensen die verdienen helemaal geen zak... Dus die makers van RDO en Pandora en Spotify, die verdienen helemaal niks met hun bedrijf als ze niet enorm knijtergroot worden. Want die licentiekosten van het spelen van muziek, dat is extreem hoog. Ja, dus je kijkt naar hoeveel mensen op de dus radiomakers betalen. Ja. Daar is nog een beetje de afspraak van vroeger. Van oké, jullie spelen onze plaatjes. En dat betekent dat wij ook fysiek cd's of vinyl kopen. Of verkopen in de winkel. En dat is heel erg fijn. Dus nou prima, kom maar op met die plaatjes. Dus betaal je, nou noem eens wat, 10% van de prijs per play. Verspreid over duizenden mensen of weet ik veel wat. En bij streaming radio was dat... Nee, ja, kom even. Jij bent iemand die een cd heeft gekocht... en dat plotseling aan duizenden mensen... of mogelijk miljoenen mensen gaat laten horen. Nee, jij moet gaan bepalen... Jij moet ten eerste zeggen hoeveel luisteraars je hebt. Vervolgens hoe vaak je dit speelt. En dan gaan we berekenen van... echt een exorbitante verhouding van de kosten van het liedje. En dan ook echt... Nou, een cd'tje kost €8... Duizend mensen, laten we zeggen €60.000 in het jaar of zo, weet je wel. Ja. Nou, dan ga je verdienmodel. En als je dan echt het bedrijf hebt als Spotify, dat is absurd. Ja. Dus die verdienen bijna niks. En nu zijn ze dus in Amerika mee bezig om dat weer terug te dringen. Dus ze zeggen van, nee, wij willen terug naar radio. En toen dacht die platenindustrie van... dat is een interessante beweging. Dus jullie willen meer naar radio. Geen enkel probleem. Wij gaan radio duurder maken. Oh, wat een stelletje. Oh, jongen. Dus ja, nu, de radiostations zijn in rep en roer. Want die geven nu echt alle streaming radio partijen geven ze de schuld. En dus het is ongelooflijk. Geldwolven. Het gaat alleen maar over winst. Het gaat helemaal niet over goede content. Nee, en het typische en ook, is... Muziek ging nooit over rijk worden. Hè? Oh, sorry. Muziek was een... dat was gewoon, je werd muzikant en dan ging je muziek maken. En dan verdiende je een inkomentje mee. Daar ben je niet rijk van. Nee. Dat was gewoon... Dan kon je net zoals... Je kon jezelf bedrijven. Net als wat wij doen. Gewoon, dat was een vak. En daar kreeg je een loon voor. Ja, precies, ja. Of nou ja, dan nog iets meer van als je optrad, kreeg je er een loon voor. In bier. Ja, misschien, maar nee, je kreeg in ieder geval gewoon uitbetaald. En dat was echt tot 50 jaar geleden was dat heel normaal. Je wilde gewoon muzikant worden en dan ging precies, je dat doen. Ja. Dat was gewoon een beroep. Maar dan werd je studiomuzikant of ook echt met je bandje. Nou ja, voordat de studio's waren, voordat er werd opgenomen, was het gewoon... En ook de... Als je een liedje had verzonnen, dan gingen mensen... En ze vonden het mooi, dan gingen ze hem ook zingen. Ja, exact, ja. Dat is wat je wil. Ja. Wauw, ik heb een liedje wat mensen zingen. Dat is toch tof? Nee, en nu mag je liedjes niet zingen. Nee. Want er zitten rechten op liedjes. We mogen geen Happy Birthday zingen, hè? Weet je dat? Oh, daar zit inderdaad... Dus Schmijvert heeft Hallmark, de kaartjes, die heeft de rechten van Happy Birthday. Dus als je het melodietje neuriet of de teksten zingt, dan mag je betalen. Dit is ongelooflijk, jongen. Ik vind het krankzinnig. En op een gegeven moment kreeg je dus de plaatindustrie. En toen ging het ineens niet meer over... gewoon een inkomen genereren. Toen ging het over winst maken. Ja. En dat is echt iets heel anders. Dat is iets wezenlijk anders. En als je ook kijkt naar muzikanten. Muzikanten die verdienen dus niet eens meer geld.
de meeste muzikanten. Als je bij een platenmaatschappij zit... Dan begin je eigenlijk met schuld. Dan creëer je schuld. Ja. En dus die hebben niet eens een inkomen dan. En de enige die er rijk van worden, dat zijn dan de juristen die er allemaal bij betrokken zijn. De marketeers en weet ik veel wat. De entourage die aangekocht wordt. Ongelooflijk. Ja, de bussen en precies. Die mensen verdienen wel een loon. Ja. Dat is heel interessant. Het is een krankzinnige industrie geworden. Maar die ook tegenovergesteld is aan... En het draait alleen maar op die zogenaamde American Dream. Van dat je als simpele muzikant super rijk wordt. Je hoort ook alleen maar de verhalen van die supersterren. Dat is het enige waar we ons nog om bekommeren. Met hun fantastische huizen. En precies, dat is wat we allemaal willen. En roddels en zo. De roddelindustrie is daar ook... Maar dat zijn onze modellen geworden. Ja, dat onze idolen. Ja, de mensen waar we naar opkijken. Maar dat was ook al zo. Hè? Dat vroeger waren ze ook. Iedereen wilde Bruce Springsteen worden. Jawel, ik heb het over nog langer geleden. Toen wilde niemand een bluesmuzikant worden of zo. Nee, precies, ja. Dat was gewoon van, oh leuk, we gaan muziek luisteren. Ja. Komt iemand muziek maken? Tof. Ja, inderdaad. Ja. Ja, het is inderdaad... Of er werd gewoon... Het is scheef. Het is een beetje scheef geworden, de liefde voor muziek. Ik weet zeker dat die er is, maar sommige mensen die gaan ook gewoon... die weten zichzelf zo goed te vermarkten dat de hype eromheen... Dus alles wat niets met de muziek te maken heeft, dat het veel belangrijker is. Veel meer. En dat merken muziekmaatschappijen ook. Een kindidool neerzetten of zoiets als K3 of iets dergelijks. Yeah. Dat leeft bij de gratie van 3 schattige gietjes... die inmiddels een heel stuk minder schattig zijn. Ik zie elke ochtend. Helemaal plat geplamuurd worden. De wereld van K3. Ja, het zijn pakkende liedjes. Er zitten een paar erg goede. Ja. Ze hebben heel goed naar ABBA geluisterd. Maar ze worden heel goed geproduceerd. Ja. Maar het is heel erg getarget geproduceerd. Ook zo van, oké, wat vinden kinderen leuk? Herhaling. Herhaling vinden kinderen leuk. Herhaling. Ja, het zijn supergoeie popliedjes. Echt heel erg goed. Dat is gewoon heel goed gedaan. Ja, inderdaad. Ja. Maar op een format. Ja, fantastisch. Meezingbare liedjes met dansen. Ja. Nou ja, eenvoudige stapjes die goed na te doen zijn. Fantastische succesformule. Ja.